Dit lijkt een doodgewoon Zweeds zebrapad, maar schijnbedriegt. Dit is een seksistische zebra, vinden de Zweden. Veel gemeenten vinden het namelijk hoog tijd voor meer vrouwen op het zebrabord. Maar dat is niet zo makkelijk, want dit kan dus echt niet. En dus heeft de Zweedse overheid dit bord verboden. De tycker nog dat hon är för kurvig och att hon har för korta kjolar. De regering kwam met een compromis, namelijk dit bord. Een vrouw in een hobbezak die over de zebra heen stampt. En dit bord wordt steeds vaker in Zweden gebruikt. Maar niet iedereen is daar blij mee. För att det ser ut som en tjej, det andra ser ut som en kille i en klänning. Ja, den kurviga, den vänstra här. Det är mer tilltalande, men problemet är att det kanske distraherar fler män när de går över gatan. De grote vraag is hoe een geëmancipeerde Zweedse vrouw er anno 2011 uit moet zien. Heeft ze vrouwelijke vormen? Of moeten die vormen juist onder een hobbezak verborgen worden? En moet ze juist meer lijken op een man? De Zweedse overheid heeft geen plannen om het verboden bord te legaliseren. Dus tot die tijd zit er niks anders op dan met de stroom meegaan.